Nou, leuker kunnen we het niet maken, maar wel veel erger. Great. Maar af en toe is wel lekker, hè? Wat wil je luisteren, Kaar? Ja. Toen ik jong was, ze zijn gevaarlijk. Oh, dit is echt lekker. Goedemorgen. Het is donderdag, iets na 9. En heel leuk, die naantje dingen. Die horen bij dat huisje. Maar meneer eet de stickertjes op. En hij eet ze ook echt op, zeg maar. Hij slikt ze gewoon door, lijkt me niet goed. Ook goedemorgen, Kai. Het is nog steeds donderdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Kai is net wakker, dus het is begin van de middag. Ik heb vandaag oorbellen in. En dat heb ik dus eigenlijk nooit meer sinds Kai. Ik vind het ook doodeng, want hij zit de hele tijd aan mijn haren te trekken. Hij zit aan mijn oren, aan mijn neus. Dus ik weet nog niet of ik ze inlaat. Maar ik dacht, ik wil het in ieder geval even weer eens een keer proberen. De spiegel had ik net schoongemaakt. Ja. Ja. Hallo? Verder bekeek ik net even mijn post op de berichteninbox van de Belastingdienst. Nou, leuker kunnen we het niet maken, maar wel veel erger. Ik schijn dus vorig jaar te veel huursubsidie te hebben ontvangen. Ik vond dit jaar al dat ik ineens een stuk minder kreeg. Dat ik dacht, nou, het zal er wel mee te maken hebben dat Kai er nu is en dat je daar ook bepaalde toeslagen en zo voor krijgt. Dus ik heb er eigenlijk nooit verder zo bij stilgestaan dat ik ineens een stuk minder kreeg dit jaar. Ik dacht, ja, dat zal daar misschien mee te maken hebben dat ze het toch verrekenen of zo. Maar nee, ik schijn dus vorig jaar gewoon maandelijks te veel te hebben ontvangen. Of ik even bijna 600 euro wil terugbetalen. Nou, dat is zo'n beetje al het laatste spaargeld wat ik heb. Dus het buffertje wat ik nu nog heb staan, wat ik regelmatig dus toch gebruik voor boodschappen, onvoorziene rekeningen en andere dingen, is straks dus weg. Hoppakee! Dus daar ben ik heel erg niet blij mee. De kerst komt er straks aan. We gaan dus weer extra zuinig aan moeten doen de komende tijd. En ik zie dat hier de deur open staat. Dat dacht ik al. Hier mag jij niet komen, hè? Nee. Verder heb ik het balkon even winterklaar gemaakt. Of ja, herfstklaar, winterklaar. Ik weet niet of het te zien is, denk het wel. Maar ik heb alles eraf gehaald. Achterin heb ik het even bij elkaar opgestapeld, de kisten en zo. Dus hij heeft nu in ieder geval veel ruimte met zijn karretje. Ik dacht, ik doe het liever nu terwijl het mooi weer is. Want dan kon ik gelijk eventjes die vloer schoonmaken.
Als ik dat doe, als het al koud en regenachtig is, dan is het geen doen. Dus het balkon is in ieder geval klaar. Ik moet nodig de ramen een keer weer lappen. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Dus ja, thanks Belastingdienst. Echt great. Ik heb dus straks een interessant filmpje zitten bekijken. Ik ben nu even zijn naam kwijt. Maar dat is zo'n motivational speaker. Ja, deze is gewoon wel, hij zegt echt dingen dat ik denk, ah, zo spot on. Ook dingen over social media en ook mensen die gewoon continu hun telefoon bij de hand hebben. Ook als ze op visite zijn of als je uit eten bent, enzovoort, enzovoort. Op een gegeven moment had hij het ook over de generatie van nu, de jongeren ook, zeg maar. Oh, ik heb wat in mijn oog. En dat een groot deel daarvan echt gewoon tot aan het depressieve toe wordt door social media. Hè? Omdat het allemaal, alles is gefilterd op social media en alles ziet er zo geweldig uit. En iedereen heeft het zogenaamd zo voor elkaar en iedereen weet precies wat hij moet doen en hoe hij het moet doen en hoe een ander alles moet doen. En dat is echt, daardoor kun je zo'n verdraaid beeld krijgen van de wereld, van jezelf, van anderen. Je hele generatie gaat daardoor echt naar de kloten. En ik zag laatst ook al een stukje. Het schijnt dus ook dat heel veel jongeren gewoon moeite hebben met normale contacten maken en leggen. En normale gesprekken voeren. En weet je, het draait allemaal maar om social media en dat nep platform. En ja, social media is heel leuk en het kan heel leerzaam zijn en je kunt er echt wel wat aan hebben, maar je moet het echt met mate kunnen doen. Gaan we een broodje eten? Ja? Echt waar? Gaan wij zo een broodje eten? Bijna lukt het, hè? Het lukt je bijna, kijk. Pas maar op, en anders val je nog achterover. Ik zie het er echt van komen, hoor, dat het hem lukt. En dat hij zo bonk keihard achterover op zijn hoofd gaat vallen. Ik ben er zo bang voor dat hij een keer echt te hard op zijn hoofd of verkeerd neerkomt. Dus ik moet hem nu echt continu in de gaten houden. Kijk, hij heeft dit dus ook door, hè. Hij flikkert het kussen op de grond. En de vorige keer, nou, dat bedoel ik. Dan lukt het hem dus om erop te komen. Oh, kijk, nou, dat is mijn kopje. Dankjewel. Dus mensen, heb je een baby en gaat die naar de 1 jaar? Dan zijn dit allemaal dingen die je kunt verwachten. Je kunt niks meer neerzetten. Je kunt ze niet alleen laten. Ze zijn gevaarlijk! Ik heb even een blouse aangedaan, snel toch? We eten vandaag simpel een broodje pasta. Maar af en toe is het wel lekker, hè? Af en toe is het wel lekker, hè? Ja. Zie? Maar ik bel echt van die belastingdienst. Wat wil je luisteren, Kai? Darling, just dive right in, follow my lead. I found a boy, beautiful and sweet. Meisje, just kiss when we fell. Meisje. Vanochtend kwam hij naar me toe om zelf neusje te doen. Nou echt, I'm telling you, je smelt. Zo lief, hè? Bijna zijn broodje op. Kijk eens, nog 2 stukjes. Zo mooi, hè? Dit duet met Ed Sheeran en Beyoncé. We are still kids, but we're so in love. Fighting against all odds. I know we'll be alright. Oh, yeah.
song. When I saw you in that dress, looking looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Leo? Het is heel koud hoor, heeft u de koelkast gelegen? Naar buiten, al is het een half uurtje. Goed? Ja. Tot later. Het was al bijna 3 uur. Dus normaal gaat Kaatje nu bijna slapen. Ik heb besloten dat we toch nog even naar buiten gaan. Want het is echt onwijs lekker weer. En waarschijnlijk echt een van de laatste dagen nu. Dus wil je sok aan laten? Laat maar aan. Laat maar aan. Laat maar aan. Goed zo.
god. Hij keek net zo trots. Ik sta dus even daar bij de tafel. En ik kijk om. En hij is dus gewoon op de bank geklommen. Hoe heb je dat gedaan? Ja, nou moet ik je nog meer als een havik in de gaten houden. Want wat hij dus doet, hij gaat gerust andersom zitten. En dan kiept hij zo achterover eraf. En dat is dus gevaarlijk. Ja, want te hard op je hoofd komen is gevaarlijk. Nou, wat eten wij vandaag? Ik heb ui gesneden. Ik heb wat courgette gesneden. Ik heb spekjes in de pan. Er gaat zo meteen de ui bij. En de courgette gaat er vast bij. En dan gaat de spinazie erin. En dan heb ik boursin gehaald. En die gaan we er doorheen doen. Als extra smaak en soort van sausje. En dan ga ik pennen erbij maken. Een hele zak is ook 10 keer niks, hè, van spinazie. Hopelijk vindt hij het lekker. Zo. Ja, goed zo, Kai. Oh, dit is echt lekker. En je hoeft er dus helemaal geen zout of zo meer door te doen. Omdat je spekjes erdoor hebt. En de boursin. Dus je hoeft helemaal geen kruiden of zo verder erdoor te doen. Dat is echt heerlijk. Zo simpel en het is echt lekker. Het enige wat je hoeft te snijden is de ui en de courgette. De rest is allemaal een kwestie van gewoon in de pan gooien. En, zo blij dat hij nu goed eet. Al 3 uurtje heeft hij een krentenbolletje gehad. Wel die kleine, maar hij heeft hem helemaal opgegeten. En hij heeft een drinken had hij bijna helemaal opgedronken. Dat doet hij normaal ook nooit. Eruit ziet. Ik durf hem niet eens aan te raken. Ik durf jou ook niet meer aan te raken. Dan zijn die washanddingetjes echt heel handig. Is dat Kai? Ben je toch een schatje? Neusje, neusje? Neusje vindt hij heel erg leuk. Ja, hè? Neusje, neusje. Ja. Eeuw, je hebt iets aan. Vrijdag lunch en dit is wat wij eten.
Yum, yum, yum. Bon appétit. Goedemiddag. Het is vrijdag, einde middag. En ik ga alleen even de vlog afsluiten. We zijn vandaag eigenlijk alleen even naar de winkel geweest. Ik heb wel een stukje omgelopen. Dus het was weer heel lekker weer. Dus dacht ik loop even wat verder. Voor de rest hebben we eigenlijk niet zoveel gedaan. Ik heb in huis wat aangerommeld. Hij heeft wat gespeeld. Hij slaapt nu, dus vanochtend heeft hij ook goed geslapen. Hij eet nog steeds goed, gelukkig. Vanmiddag heeft hij een half croissantje ham kaas gehad. Had ik uit de winkel meegenomen. Heeft hij helemaal op zitten eten, dus daar ben ik weer blij mee. Voor deze vlog heb ik gewoon alweer heel veel materiaal. Dus ik heb er een soort van mukbang weer in zitten. Dus dat is samen met ons eten, zeg maar. En dan wordt het gewoon al snel wat langer. Vandaar dat ik hem toch maar ga afsluiten nu. Ik heb de soepvideo ook klaar, dus die zal ik één deze dag ook even uploaden. Dus ik wil je weer heel erg bedanken voor het kijken. En vergeet niet te abonneren en eventueel een likeje als je het leuk vindt. En dan zien wij jullie weer in een volgende vlog. Doei doei!